Hey, welkom en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe trainingsvlog. Ik ben bezig met de 66 dagen workout challenge. Dit houdt in, ik doe 66 dagen lang elke dag een workout. Dit kan zijn fitness, dit kan zijn hardlopen, dit kan zijn fietsen, dit kan zijn skiën, bergbeklimmen, van alles. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan, zodat je deze awesome video's allemaal stuk voor stuk gaat meekrijgen. Vandaag is dag 9 van de challenge. We gaan vandaag weer een lekker rondje hardlopen. Ik heb er zin in. Ik heb weinig geslapen na mijn nachtdienst. Maar op de een of andere manier ben ik gemotiveerd. Ik moet zeggen, dag 9, het wordt langzaam zwaarder. Mijn lichaam is op dit moment een beetje kapot aan het gaan. Ik heb het gevoel dat ik de trainingen een beetje rustiger aan moet gaan doen. Vooral het gewichtsheffen. Ik doe namelijk zo zwaar mogelijk tillen op dit moment. En het wordt allemaal erg zwaar. Dus ik denk dat ik volgende week in ieder geval mijn fitnessroutine ga aanpassen. Maar psychisch gaat het heerlijk. Elke dag krijg ik er meer en meer zinnen om weer te gaan sporten, weer te gaan bewegen en gas te geven. Heerlijk! Ik neem jullie vandaag weer mee op deze hardloopsessie. Tot zo! We gaan lekker, ik zeg het je, wat een dag, geen idee waar die energie vandaan komt, maar wauw, dit voelt heerlijk. De eerste keer in mijn leven dat ik er echt zin in heb om te gaan hardlopen, yes! Woep. De helft van de training zit erop en we gaan als een kanon. Fucking hell, dat gaat lekker vandaag. Yeah. Yes, 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 yes. De eerste training van 24 minuten zit erop. 9 km per uur. 3,6 kilometer gelopen. Meer dan 400 kilometer. 400 kilocalorieën verbrand. En damn, ging dit lekker. Het voelde heerlijk. Ik heb elk moment van de training genoten. Elke minuut een lach op mijn gezicht gehad. En woe! Als dit een voorbode is hoe het dus over 60 dagen voelt, bring it on man. Dit is fantastisch. Heerlijk. De training van vandaag sluit ik hiermee af. En we zien ons morgen weer. En van het weekend heb ik een verrassing voor jullie. Dus abonneer op het kanaal en blijf vooral kijken. Zo, daar ben ik weer. Vrijdag 12 januari. Trainingsdag nummer 10. Ik ben weer aangekomen op de fitness na maar 4 uurtjes slaap. Ik moet zeggen, het gaat goed deze week. Ik had erger verwacht in verband met de nachtdiensten dat ik minder kracht had, minder motivatie enzovoort. Jullie hebben het gezien in afgelopen video's. Het ging eigenlijk naar verwachting heel erg goed. Nu ben ik weer op de fitness aangekomen. Zoals ik vorige video al heel even had laten weten, ga ik mijn trainingsschema aanpassen. Waarom doe ik dit? Ik had toch progressie? Ja, ik ging met de gewichten omhoog. Het lag ook niet aan de kracht die ik had.
Maar het lag vooral aan het zenuwstelsel. Op een gegeven moment, als je heel lang zwaar traint, heeft ook je zenuwstelsel veel te verduren en kost het steeds langer om weer te regenereren en om weer te herstellen. Ik heb nu afgelopen 2 weken toch gemerkt, 3 weken misschien, dat ik vooral wat kleine klachten kreeg. Ik kreeg een beetje last van mijn knieën, ik kreeg een beetje last van mijn onderrug, etcetera. Dit kan eraan liggen dat ik te lang zwaar getraind heb. Maar het kan er ook aan liggen omdat ik dus nu elke dag train dat mijn lichaam gewoon te weinig rust heeft. En dan niet op spierkracht, maar ook gewoon op je botten, op je gewrichten en zoals ik al zei, je zenuwstelsel. Je merkt dit door slechter te slapen. Het kan zijn dat je onrustiger bent of juist vermoeid, dat je moe wakker wordt. Plotseling door de dag in één keer moe. Dit had ik de afgelopen tijd een beetje. Vandaar dat ik nu die switch ga maken. Ik ga nu wisselen van dus een upper en lower body workout naar een push, pull en leg split. Dus ik heb ook weer iets meer variatie. Zeker nu ik bijna om de dag in de fitness zit, is dit zeker lekker. En dan train ik eigenlijk elke 5e, 6e dag train ik pas weer dezelfde training. Dezelfde spiergroep. Dus wat dat betreft is dat ook wat makkelijker. Mijn spieren krijgen iets meer rust. Ik ga ook weer iets lager in het gewicht, maar daarvoor iets hoger in de reps. Ik zat nu tussen de 4 en de 6. De hele tijd had ik wel meer sets. Dus ik deed meestal 6 setjes. En nu ga ik gewoon weer terug naar de 3x10. Back to the basic. Kijken hoe dat bevalt. Kijken of mijn lichaam beter doet, of het zich beter aanvoelt. Ik denk het persoonlijk wel. En ik ga het jullie weer laten zien. En we zullen zien hoe het gaat. Geniet van de rest van de video. En tot straks. Oh ja, ik sluit de training nog heel even af, lekker onder de zonnebank. Even lekker opwarmen in dit vieze koude weer. Goodbye.